In het leven kom je soms onverwachte dingen tegen. Zoals een chipje dat niet in de zak thuis hoort. Of zoals een meisje dat in een drukke straat de tijd neemt om een bloemetje te bekijken. Of zoals 13 hectare bos, midden in een dorp, waarin midden een empirisch kasteel te zien is. In dat kasteel wonen de Bloombergs. Vader Henry Bloomberg, gelukkig getrouwd met Blossom Bloomberg, en hun drie kinderen John, James en Jacob Bloomberg. Ze hebben geen huisdieren, maar wel verscheidene kilo's fijne Mexicaanse cocaïne, versneden door Jesus Ernesto in Iguala de la Independencia, Mexico, die de pakjes dan ook nog eens vermomde als bloem van het merk Everyday. Die cocaïne is daar beland omdat John een fervent tennisser is, James verzot is op auto's en Jacob houdt van kookfeestjes in de kelder van het kasteel. Op een dag besloten vader en moeder Bloomberg iets terug te geven aan de maatschappij waar ze o zoveel van genomen hadden. Scheelt er iets, Honnepon? Het lukt me niet meer, Henry. Ik zit er nog steeds mee in de knoop. Je weet wel. Die keer dat James zijn auto... parkeerde en het glas in de loodraam van de parochiekerk. Fatsoenlijke mensen zoals wij horen daar niet! Wij gaan lachen! En bovendien, het was een glas in loodraam uit 1883, ja. Pastoor de Lom heeft er al genoeg over gepreekt. Ik vind, Henry, dat we iets moeten doen. Ja, wat dan? Wat had je gedacht? Geef me dat ei, Henry, dear. Henry, dat ei. Dankjewel. Ik denk dat de eerwaardige Odion in de zevende hemel zal zijn als hij onze prachtige keken ontvangst zal nemen. Geef je me de bloem eens even, lieverd. Ik vrees dat er niet meer genoeg bloem is, Blossom. Dat wordt geen cake dus. Nou, ik ga nog maar even... Niets van! We hebben zeker nog één pak bloem ergens in de kelder. Ga eens kijken, darling. Jacob, man, wat gebeurt er toch al in die kelder van je? Mamaatje? Jacob. Is er iets? Nu het zegt, waar is de bloem eigenlijk te vallen? De bloem? Ja. In de kast, naast de magnetron. Je vader en ik hebben er nog wel cake mee gebakken voor je vader hier op die bloem. Ah, ja. Jesus Christ! Jesus Christ! Bent u dat? Ha! Dit kan toch niet meer? James, moet je nu eens horen. Weet je nog die pastoor en wie is de kerk in zijn auto achteraan? Ja, de Nobilon. Ja, wat is er van? Wel, die kerel beweert nu dat hij Jezus heeft gezien, terwijl hij van onze cake aan het eten was. Maak van ons kerk nu een bedevaart te worden. Ik hoor dat ik Jezus eens kon zien. Ik kon een druk beginnen rentenieren. Ah, dat doe ik nu al. Zwat, wees er nog trek in het zelfgemaakte pannen?
Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores.